Yo mensen, Jarask hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Batman Arkham Knight aflevering hier natuurlijk op mijn kanaal Jarask Plays. In deze serie speel ik natuurlijk een hele Batman game uit. En wat we op dit moment aan het doen is, we zijn natuurlijk Ronin... Shit, hoe heet die vet ook alweer? Gordon, oh what the fuck, waarom zat ik met Ronin in mijn hoofd? Gordon aan het achtervolgen. We gaan hem helpen, althans we gaan hem proberen te helpen. Maar dat moeten we natuurlijk wel eventjes goed doen. Dus, vind je deze serie wel leuk? Randen we natuurlijk sowieso keihard op lijken op de helpt mij enorm. En dan laat ik maar zeggen, laten we maar weer verder gaan. Met waar we weer bezig zijn. Zo, die moest even. We moeten even kijken, nu kunnen we hier naartoe springen. Wee! En nu is het leuke, hoe nu verder? Hoe nu verder? Mijn auto kan hier sowieso niet komen, dus dat is een beetje het punt. Ja. Yeah. Dat, mijn vriend, is een goede vraag. Oh, er zit gewoon een knop. Lekker slim, Jan. Lekker slim. Waarschijnlijk gaan nu die hekjes naar beneden. Dan kan mijn auto hier naartoe. Hoop ik. Hallo, Joker. Ja, nice. Dan kunnen we onze auto in. Die Joker zit daar lekker. Zit je goed, jongen? Dan moet je lekker blijven zitten. Oké, dan kan onze auto hier naartoe. Kut, ik rijd per ongeluk. Kak. Shit, hé. Hij reed echt fucking veel te snel dat ding opeens. Ik dacht, ik wil langzaam naar voren rijden, weet je wel, rustig aan. In één keer vroom, dat ding dat rijdt er in één keer in. Jongens, dat... dat was niet slim. Dat was, We hebben wel de poortjes naar beneden kunnen doen. We hebben wel even een stukje kunnen rijden, maar... Pff, hij rijdt er zo in, man. Batman, dat is niet de bedoeling. Ja, luister goed, dat is niet de bedoeling. Oké, we proberen het opnieuw, jongens. Het is niet zo moeilijk. Gewoon de auto selecteren en dan langzaam rijden. Dus rem. Dankjewel. Oké, dan kunnen wij... Power Ranger aan vastmaken. Dit is denk ik niet de bedoeling. Ik ga even kijken, jongens, wat ik moet doen. Oh. Oh. Oh, ik zie het al. Ja, ik zie het al. Ik heb het gevonden, jongens, hoop ik. Hoop ik. Wow, kijk uit. Ja, dank je. Zo, de knetter, hé. Okay, dat zit nu in ieder geval open. Dan kunnen we even kijken wat we daar moeten doen. Het is in ieder geval open. Oké, even kijken. Even een kijkje nemen. Dus even daarop. En nu daar naartoe, ja. Ja, en dan kunnen we zien wat hier zit. Oké, zo. Ligt in ieder geval dit ding. Waar ik niet zoveel aan heb, maar oké, dankjewel. Hier hebben we voor een, denk ik een stem nodig. Kan ik het hiermee doen? Ja, hiermee. Ook goed. Even goed zoeken, jongens. Kunnen we de deur openmaken. Oh. Fuck, deze is moeilijk, man. Oh, ik heb hem. Zo, deze was even lastig, jongens. Maar de deur is open. Zo, die was even moeilijk. Okay, let's go. Hallo, daar zit een knop. Ik zie de knop. Wow, what the fuck. Wil ik wat? Even de knop omhalen. Kan dat al? Nee. Wat? Dit is een geheim, of niet? Heb ik hier überhaupt wel iets aan om hier te zijn? Dat is nu mijn enige vraag, eigenlijk. Ik vind het wel leuk dat ik hier ben en dat ik hier naartoe kan. Maar volgens mij is dit een geheim. Ik weet eigenlijk wel. Volgens mij zit een geheim, jongens. Maar ja, fuck it, we halen hem dan wel ook. Dan ga ik hem halen ook. You
Oh. Ah ja, het is niet mijn schuld. Laat mij lekker falen, joh. Als ik dat wil, dan faal ik lekker, ja. Niet zo zeuren. We halen nu die trophy ook omdat hij toch zei, you feel. Dus dan gaan we nu even niet falen. Wat dacht je daarvan, jongen? Nee, wie faalt er nou, hè? Lul. Zo, maak hem maar open. Hoe ga ik hem nu pakken dan? Hey, jongens, ik vind het heel leuk dat ik hem nu heb, maar... Dan wil ik hem eigenlijk ook nog pakken, als je het niet erg vindt. Thanks. Oké, okay, we hebben hem. Oké, okay, nou dan was dit dus geheim. Daar hoef ik dus eigenlijk helemaal niet naartoe, maar... Een electrical charge would overload the generator and power down that fan. Jezus. Zo, de knetter, hé. Dat was dus een geheim, jongens. Maar ja, fuck it. Ik weet niet welke kant ik moet op moet schieten, man. Fucking hell, hé. Oh, ik zie het al, aan de zijkant. Aan de zijkant zit hoeveel ik moet laden. Oh. Bijna. Hoppa, hè hè. Zo de knetter, hé. Oké, jongens, we staan stil. Het is alleen de eerste die stilstaat, dus ik moet nog even erop landen. Oké, zo, dan kunnen we nu de Batmobiel pakken. We kunnen hier even naar beneden toe. Dan rammen we even die muur eruit daar. Hoppa, oké, zo. Die schiet helemaal nergens op, hè, jongens. Even dat je het weet. Zal ik eens eventjes jullie wapens uitschakelen? Wat dacht je daarvan? Nou, daar kom ik hoor. Oh, kak. Hallo, kikkeboe. Batmobile, pak hem. Oh! De wapens doen het niet meer, dus dat is wel handig. Bitch, zo. Oké, hop. En nu. Danger zone. How many more bones will you crush? How many lives will you destroy in the pursuit of your crude justice? We are all products of our fears. I look at you and see a man born of violence and darkness. What the fuck is that? What the heck? Fucking awesome. Ik weet niet wat het is hoor, maar het ziet er wel vet uit. Shit, Charles, hier is de lift. Zo, we zijn in de lift. Ram maar op de knop. Nee, 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 ik zei ram maar op de knop. Ik zei niet klim omhoog, ik zei ram op de knop. Batman, Batman, luisteren. Dankjewel. Doet hij het nog? Power. I need another way to move it. Fuck! I need another way to move it. Nou, dat kunnen wij wel doen. Ik weet niet of we naar beneden of naar boven moeten, maar ik ga maar naar beneden. Zijn we er? Ik denk dat we er zijn, jongens. Ik denk dat we er zijn, jongens. Bam. Oh nee, niet jullie weer, man. Zo, die voor jullie jongens. Kom maar. Dat is handig man. Dan kan ik gewoon dat ding gebruiken voor die poepmannetjes. Bam. Hoppa. Zo. Die twee zijn ook neer. Gaat lekker zo. Hoe de fuck komen we verder? Dat is wel de vraag. Moeten we hier doorheen? Nee toch? Jongens. Oh wacht, hier knopje. Ik heb hem gevonden. Die knopjes. Ik miste die knopjes aan de muur man. Ze zijn heel makkelijk te zien. Alleen ik mis ze steeds.
Oké, de gate is open. Nou. Hoe nu verder? What will you give to save your friend? Wonder, are you ready to reveal your secret? Are you ready for your legend to die? Ik weet niet wat je allemaal zegt hoor, maat, maar je mag voor mij doorlullen. Ik moet even kijken wat ik moet doen, jongens. Nou, dat was makkelijk. Dat was makkelijk. Tada! Geen lekker hè, jongens. Goed gedaan, man. Knopje. Hoppa. Oh, kijken ze nu open deze? Ja, thank you. Kunnen we hiermee nog naar beneden? Ja, we kunnen nog verder naar beneden. Oké, let's go. That's as far as the elevator will go. I need to find a way past the obstruction blocking the shaft. We gaan hier gewoon dat fucking glas kapot maken. Ben ik nou een mogol? Kan je dat niet, vriend? Oh, we kunnen hier nog naartoe. Oh, ik snap hem al. En dan doen we nu die lift omhoog. Ja, en dan kunnen we nu er langs. Ook goed, zo kan het ook. Nice, let's go. Maar nu is de deur dicht. Jongens, ik ben er, maar de deur is dicht. Jezus, er staan niet veel mensen. Oh. Ik ben er al langs. Ik zat te zoeken, man. Ik dacht, de deur zit op slot. We kunnen er niet langs, maar dat gaat wel lukken. Oh, kut. Their leader is wearing an explosive vest. I need to neutralize him first. Oh, dat is niet zo moeilijk. Dat is niet zo moeilijk. Whoa! These guys are packing more firepower than Penguin. Are you thinking what I'm thinking? That weapons crate is crying out to be tampered with. Ja, dat heb ik al gedaan. Ligt hier een riddle. I can't use any gadget that will alert the soldiers until I've defused the leader's explosive vest. That gadget will alert the soldiers. Hoe kan ik hem uitschakelen dan, het vest? What is it? Bulletproof? I can't risk detonating the bomb vest. I need to get in close and defuse it. This vest offers a whole different kind of protection. Oh, kijk, we kunnen het via hier doen. Oké, daar komt hij. Yo, got you! So. Je kunt zeggen, ik heb een disarmed. Hoppa. Kom erop, bitches. Ja, pak die wapens maar, jongens. Ga die wapens maar pakken. Echt waar, doe maar. Ik moet even deze medic uitschakelen, man. Ik moet even die medic uitschakelen. Die medic. Ze schakelen ook zichzelf uit, die sukkels. Oké, die medic is wel uitschakeld, dat is goed. Holy shit, het zijn er fucking veel, ouwe. Zo, ik gooi die even weg als je die erg vindt. Ah, fuck. Wacht. Niet doen. Zo, die is nu weg. Zo, ik blies hem even weg. Ik kan volgens mij gewoon dit doen. Ja, kijk, gewoon dit. Kijk, ik kan de hele tijd schieten. Gewoon nonstop schieten zo. Ja, dan moet ik die even onthouden, jongens. Sorry, maar ik was even aan het uittesten hoe ik dat moet doen. Dankjewel. Oké, nice. Op naar de computer. We gaan lekker, jongens. We komen steeds dichterbij, joh. Hoppa, kortsluiting. En deur is open. Ik zal het ding nog wel verpakken, gewoon omdat het kan. Kom hier, man. Dank je. Hey, jokertje, jongen.
Oké, we zijn in een kei grote ruimte nu. Gordon's en we moeten naar de andere kant. I'm going to need the Batmobile to destroy it and reach him. Ja, hoe krijgen we de Batmobile hier? Want er draait nog zo'n ding heen en weer. Ja, dat bedoel ik. If I can lower the car on top of that drilling machine, I might be able to move it down to this level. Ze moeten er... Oh. Hoe gaan we dat doen? The commissioner placed his trust in you. Even kijken hoor, jongens, hoe we dit gaan doen. Ik ga gewoon even kijken. Can you still atone for your failure? Are you still the master of your own destiny? The answer's awaiting Batman, as am I. Ik denk dat we hier naartoe moeten. En dat we hier die anderen kunnen disarmen. Snap wat ik bedoel. Ik weet niet wat dit is. Is dit een sentry? Ja. Kijken. Sentry staat best op een kutplek. We kunnen hem hacken. Het duurt maar 30 seconden. Dus we moeten even kijken hoe we dit gaan doen. Oké, kom maar. We kunnen hier. Yo, naar boven. Oké, waar zijn we nu? Oh, kijk, hier zit dat ding. Hier zit de generator. Oké, nice. Dan moeten we deze generator weer... eventjes schieten. Op de goede manier. En dan is die zo meteen kapot. Zo. That's the second fan disabled. Now to get the Batmobile down onto that drill. Oké, Batmobile, kom maar. Naar beneden, jongen. Tjoeke tjoeke map me. That's as far as the winch can take me. Oké, ja, dan moet hij even loskoppelen. Zo. Zo. Hoppa. Hoe nu? Hoe nu verder? Dat zal ik nooit alle vier tegelijk doen. Ik heb geen flauw idee. Ik zal even teruglopen nu. Of weer even daar naartoe gaan. En nee, het punt is dan, ik zit er dan. Fuck die sentry. Batman, dat was niet zo handig. Ik weet niet waarom je het deed, maar. Nice try. Looks like we're trapped up here. Ja, dat heb ik door. Naar beneden. We gaan naar beneden. We zijn er bijna. We zijn er bijna. Taratataratataratam. Zijn we er al? Hoe diep? Oh, ik kan nog dieper. We moeten naar die centricum toe, man. Maar gewoon zo ver als we kunnen en dan staat hij vanzelf op de grond. Dit is fucking awesome ding, gek dat het zo werkt. Oké, sentrygun. Hey, sentrygunnetje van me. Alles goed, jongen. Fuck jou, joh, kutding. Oké, jongens, we zijn beneden. Kan dat ding ook wel even kapot? Dan kunnen we Batman pakken en dan kunnen we naar beneden toe. Oh, let's go. Wee. Oh. Wee. Zo, we zijn beneden. De sentrygun, dan kan je hem niet meer raken. Oké, maar hier zit dus... Hier zit hij dus, waarschijnlijk achter deze muur. Althans, dat gevoel heb ik dat hij achter deze muur zit. Dus ik ga hier bij deze aflevering wel afsluiten, mensen. We gaan natuurlijk achter hem aan. Ik hoop dat we Gordon kunnen gaan pakken. En als we Gordon hebben, dan hebben we natuurlijk geluk. En dan zien we dat wel in de volgende aflevering. Dus mocht jij hebben genoten van deze aflevering, ram dan natuurlijk hier beneden de kaartje met like. Morgen om 3 uur precies zijn we terug met een nieuwe aflevering. Dus ik zeg, thanks for watching. En tot morgen, mensen. Bye bye.